100 meter aan de leiding Madeleine Schotland. Ze gaat nog steeds op top in deze wedstrijd. Schotland, zij is de Nederlands kampioen van vorig jaar. Ze finishte toen hier, ook hier in Den Haag in een tijd van 2:26.91. En dat was goed voor de gouden tijd. Ook de andere podiumplaatsen van Brokkelaar veroverde vorig jaar het zilver en Jill Knight King Kong veroverde vorig jaar de bronzen medaille en die komen ook zo in de volgende series aan het woord. Aan de beurt. Madeleine Schotland in 2:28.81 nu bij de muur. En dat is de snelste tijd tot nu toe. Tweede tijd in deze serie aan de Geurs 2:33.92 en de derde tijd in Blommers 2:34.74. Uitslag is officieel, we gaan verder met serie 3.